Kvitkov. Hij leidt op dit moment het klassement. En de Fransman Bouel staat nog steeds tweede. En dan gaan we naar de turner die Marian Dragulescu uit Roemenië vervangt. Want de viervoudig wereldkampioen Dragulescu uit Roemenië heeft het terug moeten trekken wegens een blessure. En dan komt de eerste reserve daarvoor in de plaats. En dat is deze man uit Rusland. Denis Abliazin. We hebben hem voor het eerst zien optreden bij het EK, het Europees kampioenschap dit voorjaar. Daar werd hij zesde. Nou, kijk eens aan. Ook hij met de Tsukahara. 2,5 salto achterwaarts gehoekt. 7 punten waard. Dus theoretisch is 17 punten zijn maximaal haalbare score. Daar komt hij. Houdt hij zijn benen uit bij elkaar? Nou, bijna. En hij landt iets naast de witte lijn. Daar krijgt hij dus aftrek voor. Er zit tegenwoordig in het verlengde van het springtoestel, dus achter het podium, zit een extra jurylid die alleen maar let op de landing. Landt de turner op de witte lijn of landt hij daarnaast? En hij landt er dus naast en krijgt daar dus aftrekpunten voor. En dat zullen we dan zo wel in beeld zien. Als we de score zien voor deze eerste sprong van de Rus Abliazin. 19 jaar jong is deze man. Nee, hij heeft toch geen penalty gekregen. En hij heeft een mooie score, 16.333. Want dan lig je dus nog steeds in medaillekansen. Met 16.333. En hij gaat nu een 7-2 sprong maken uit groep 5. Dat is de Yurchenko. Dat is dus voor de plank je handen neerzetten en dan achterwaarts naar de Pegasus toe. Daarvoor zit er ook een speciale kraag, een beschermkraag om de plank. Daar komt hij. Oeh! Ik vreesde even met grote vrezen. Want hij had zoveel snelheid in deze sprong. En toen hij de plank verliet met een halve draai, komt hij met zijn handen op de Pegasus. Dan heeft hij dus al een halve draai gemaakt om zijn lengteas. Maar hij had zoveel voorwaartse snelheid dat hij viel als het ware over de Pegasus heen. En dan, ja, dan moet je vrezen of hij wel door zijn breedasrotatie kwam. En dat kwam hij toch wel, gelukkig. Kijk, hij kwam minder hoog. Hij komt wel heel ver achter het toestel. Dus hij had meer translatiesnelheid. Hij heeft minder remhefwerking gemaakt. Minder hoogte. En daar word je voor bestraft. Dat kan ik u garanderen. Dus deze man komt dus niet op het podium. Is mijn inschatting. Ja, de techniek rammelde. Ja, je wil natuurlijk. Ik bedoel, 19 jaar. Kom, dan sta je in de WK-finale. Dan wil je vooruit. Dan wil je je sprong laten zien. En dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft met volle overgave zijn sprong uitgevoerd. En we zien op de achtergrond Jeffrey Wammers. Onze man, die nu als achtste in deze finale mag optreden. En de Rus wacht op zijn score. En ik kijk eventjes rond of er een bepaald overleg is tussen de jury, want het duurt wat lang. Maar ik zie verder geen commotie, geen rumoer bij de jury. En de jonge Rus krijgt een schouderklopje. En dat verdient. Alleen al het feit al dat je hier staat en op 19-jarige leeftijd meedoet met de grote der aarde op dit spectaculaire toestel, Pegasus. En hij scoort voor zijn tweede sprong. 16.016 nog. Kijk, hij heeft een tiende punt aftrek gekregen, penalty. Maar door die 7-2 moeilijkheidsgraad gaat hij toch nog omhoog en komt hij op 16.174. En daarmee, eens even kijken, ja, staat hij dus wel op de derde plaats. En...